Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben helemaal bijna opgewonden, want ik heb een hele grote doos gekregen. Die zie je hier nu in beeld. En deze heb ik gekregen van Studio Light. Het is mijn design team pakket van Janine's Mindful Art. Maar ik was helemaal in shock. Er zit echt nog veel meer in dan alleen maar de december release van Janine's Mindful Art. En ik wil heel graag aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Het is echt mega en echt heel gaaf. Er zit een grote prop op. Maar kijk hoe vol deze doos zit met allemaal mega toffe spullen. Ik zet hem even aan de kant en dan ga ik één voor één aan jullie laten zien wat ik allemaal heb gekregen. Het is eigenlijk te bizar, maar het is echt zoveel en zo gaaf. Kijk, om te beginnen van Janine's Mindful Art heb ik pareltjes gekregen, plakparels, in allemaal verschillende kleuren. Het is een pastelset, kun je het goed zien, met lila, heel zacht roze, mooie frisse geel, een beetje citroengeel en een mooie zachte groentint en dan in allemaal verschillende maten. Er is er eentje met een mooie fuchsia roze, een beetje een roodroze, wat meer maisgeel en een wat donkerdere lichtgroen. Ik weet niet hoe ik dit moet noemen, maar en ook allemaal in die verschillende tinten. Oh, ik moet natuurlijk, daar moet ik nog even aan wennen jongens, maar jullie dan natuurlijk even laten zien die code. Dus van die pastel is het de JMA ES Pearl nummer 19. Van deze wat hardere kleuren, ze noemen het Flower Brights en deze noemen ze Flower Pastel, is de code JMA ES Pearl nummer 20. Dan is hier een hele mooie met een beetje bruin bordeaux. Galaxy Colors wordt deze genoemd. Een wat meer paarsroze tint. Een paarse en een hele mooie donkerblauw. Echt een hele mooie kleur. En hiervan is de code, die hadden we al niet zien aankomen, JMA ES Pearl nummer 21. Nou zullen we raden. Dit zijn de Antique Shine. Het is een beetje een gele goud. Een glanzende zilver. Heel licht blauw. Parel licht blauw. En een mooie witte parelkleur. Ook weer in 3 verschillende maten. En dit is vast 22. Ja, kijk. JMA ES Pearl nummer 22. Superleuk. Ik ben altijd dol op kleine plakpareltjes te gebruiken of andere pailletjes en zo. Dus ik ben hier super blij mee. Alle kleuren zitten er wel bij. Dan heb ik hier een heel leuk stickerboekje met quotes en letters. Een black, white en vintage steel. En ik ben dol op deze kleur vintage steel. Echt super mooi. En hiervan is de code JMAES stick 07. En dan gaan we even doorheen bladeren. Maar er staan, oh kijk hoe leuk, het is allemaal matte, mat zwarte pagina. Oh, het kleeft nog een klein beetje. Mooie witte, met allemaal leuke tekstjes. En die mooie kleur, kijk hoe gaaf. Superleuk. En kijk, als je goed kijkt, die stickers zijn natuurlijk zo. Maar hier aan de rand zit van die mooie kleur ook nog even. Kan je misschien ook nog leuke cirkels uitponsen om te gebruiken aan de zijkant. Dat is denk ik ook gewoon stickerspul. En dan kan je die mooie kleur ook nog extra gebruiken. Dus allemaal mooie zinnen in het Engels. Ik zal er binnenkort even een kleine video van maken. Rustig te bekijken wat er allemaal is. Oh kijk, en letters. Dat was ik even nieuwsgierig naar, omdat er quotes en letters op de voorkant stond. Maar mooie getypte letters. En als je heel goed kijkt van dichtbij, zijn ze een beetje gedistressed. Zie je dat? Dat er soms een stukje tussenuit zijn. Echt super leuk. Echt een beetje vintage font is het. Kijk, bij de M kan je dat ook heel goed zien. Ja, ik vind dit leuk. Het zijn allemaal hoofdletters. Ja, en cijfers. Het zijn allemaal hoofdletters. Dat nummertje had ik al laten zien. Dan zit er een hele mooie nieuwe stempel bij. En daar ga ik even mee oefenen. Want dat heb ik dus nog nooit gedaan. Maar het zijn dus losse takjes en losse bloemen. En dan kan je dus zelf
met masken en zo je boeketten stempelen. Wordt nog een leuke uitdaging, want dat heb ik nog nooit gedaan. Maar ik hou wel van een uitdaging. En het wordt genoemd Tulip Elements. En de code, oh hier kan je ook mooi zien natuurlijk hoe ze gekleurd eruit zien. En de code is JMA ES stamp 338. Ik ben benieuwd of me dat gaat lukken. Oh kijk, en hier heb je ook nog een mooie roze daarvan. Volgens mij een beetje pioenroos. Als ik, oh, hier staat het al. Single Peony Elements. En mooie tekst er ook bij. Met een mooie, dat was bij deze ook, hè. Zo'n mooie versierde eerste hoofdletter. Heel gaaf. En hier is die mooi gekleurd. Kan je hem ook een beetje beter zien. En de code daarvan is JMAES stamp 339. Super mooi. Dan hebben we twee mask stencils. Elegant Memory Decks en Basic Memory Decks. En dat is dus super leuk. Als je dus niet zo'n Memory Deck stans hebt, hier kan je hem mooi mee overtrekken en uitknippen zelf. En dan zelfs ook weer met die lagen. En er zitten allemaal hele leuke kleine elementjes bij. Een mooie, mooi blad. Hier een mooie doily. Die vind ik echt heel mooi. Wat muzieknootjes. En daar kan je natuurlijk mooi mee stencilen. En bij deze zit een mooie... Ja, dat is dan wat basic. Daarom noemt hij waarschijnlijk ook basic. Basic vorm. Die is ook misschien iets makkelijker om uit te knippen. En dan mooie, een kruissteekje. Een gestikt randje. Hier ook leuk. Die stippen. En hieronder een mooie element. Dit vind ik ook erg leuk. Zo wat kleiner om te verwerken. Een mooi stenen patroon. En hier ook heel grappig die kleine vierkantje. De leuke elementjes op. En van deze is de code. Even in beeld. JMA ES Mask 166. En die andere, de Elegant Memory Dex, heeft het nummer 167 op het einde. En hier, deze vind ik ook echt heel gaaf, want hoe vaak heb je niet een leuke kaart gemaakt en er wil je dan nog een klein tekstje bij op en dan heb ik dat niet. Dan heb ik daar geen die-cut van of daar heb ik, ja, in ieder geval. En dan moet ik met mijn losse lettertjes en dan wordt het vaak weer zo groot. En hier hebben we dus en in het Engels speciale wensen en, of en in het Engels, deze kant, en in het Nederlands sentiment en wishes. En dat zijn dus stempels met tekst. Hartelijk gefeliciteerd, zomaar, een dikke knuffel, wat een geluk dat ik jou ken, een opkikkertje, dankjewel, sorry te laat, handgemaakt, achter de wolken schijnt de zon, maak mooie momenten, speciaal voor jou, je bent een topper, wees trots op jezelf, wat ben jij een doorzetter, van harte beterschap, een bloemetje voor jou, een kaartje vol geluk. Hier staat nog gefeliciteerd en bedankt dat je er altijd voor mij bent. En die teksten die zijn hier in het Engels allemaal ook, zitten er ook allemaal op. Super gaaf. Dus ik ben hier echt ook heel erg blij mee. Heel tof. En dit, de Nederlandse heeft de code JMA ES stamp 341. En de Engelse heeft dan... 340 op het eind. En er zijn weer mooie stansen. Moet je nou toch kijken. Wauw. Heel mooi. Rectangle Ornament Shaker Frames heet het. Er zitten hele mooie... ja, weer dat kant. Dat is altijd zo mooi als je dat uitstanst. Daar ben ik echt helemaal dol op. Dat doet Janine elke keer wel zoiets erbij. En dat heb je dus eer in drie maten. Dus ik denk dat dit een beetje ATC-maat is. Deze, ik kan hem even opmeten als ik zo gauw... Ik had hier volgens mij wel ergens een lineaal. Nou, niet. Dan houden jullie dat nog van me te goed. Maar in ieder geval een mooie grote en een kleine. En hier in het midden zitten hele lieve kleine bloemetjes en mini blaadjes. En wellicht dat je die dan ook als shakertje... erin zou kunnen doen. Maar je kan natuurlijk ook heel mooi je kaart weer mee versieren. En deze heeft de code JMA ESCD 471. Dan hebben we hier
de cut-out patterns. En ik hoopte al dat ik een keer zoiets zou krijgen. Want het zie je wel eens in de kaarten van Janine's Mindful Art. En die, dat kan je dan dus uit je papier stansen. Zo ergens, ja, waar je dat mooi vindt. Dat ziet er altijd super gaaf uit. Hier heb je een stuk doily. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En hier ook mooie swirls. Hier allemaal mooie vormpjes. En dit is een meer, ja, wat gelijker patroon. Dit is wat grilliger allemaal. En hier zit echt een beetje een grafisch, denk ik. Dat je dat zo moet noemen. Hierachter kan je dat dan een beetje zien. En als je dat ook uitgestanst hebt, dan kan je het daarna dus ook weer als stencil gebruiken. Dat is ook super grappig. Dus je kan dat op papier op je kaart gebruiken. Maar je kan dus ook het uitstansen en dan als stencil gebruiken. Dus dubbele functie. En deze code is JMAESCD473. En dan is hier ook een heel leuk, interessant stansen set. Dat wordt genoemd Card Display. En dat is een basis eigenlijk voor waar je je kaart tegenaan kan zetten. Zodat een platte kaart rechtop kan staan. Maar ik heb dus al voorbeelden gezien. En dan wordt dit gebruikt als kaart zelf. Dus super leuk dat je daar ook weer verschillende dingen mee kunt doen. Heeft weer zo'n hele mooie kanten randen aan de zijkant. Er staat ook een tekstje. Dan moet ik even spieken. Oh, dat is handmade by. En dan kan je in dat vormpje wat hier zo bij zit, kan je natuurlijk je naam zetten. En er zitten dus deze leuke, hoe noemen ze dat? Meer toppers zal ik het noemen. Maar misschien heeft het een andere naam. Die je dan bovenaan je kaart of aan je tag kan maken. Met een mooie gat erin waar je leuke linten doorheen kan doen. En er zit zelfs een extra bij om ergens anders een gat in te maken. Superleuk. Dat zijn echt zo die gaten zoals ze dat bij in de winkel hebben. Hè? En deze wordt genoemd. De code is JMAESCD472. En dan is nog niet alles van Janine's Mindful Art. Want ik ben ook heel blij met deze. Want misschien hebben jullie het al wel gezien op mijn DT-projectjes. Maar bloemetjes, die passen eigenlijk overal wel op. Dan hebben we allerlei verschillende kleuren. Dus er is bijna altijd wel iets matchend. Hier een beetje de geel-bruin-groene tinten. Hier hele mooie wit en grijs tinten. Lichtroze, een beetje paars, een mooie burgundy kleur. Superleuk. En een lekkere knallende groen met wat tielachtige kleur en licht en wat donkerder blauw. En de code van de gele is JMAES Flow van Flower nummer 10. Dat is de gelige. De paarsroze heeft nummer 09, dus JMAES Flow 09. De wit-grijze heeft JMAES Flow 07. En dat had ik nog niet gezegd, maar de bloemetjes zijn niet zo heel groot. Dat is ook wel fijn. Die zijn 1,5 tot 2 centimeter. En de blauw-groene variant heeft het nummer JMAES Flow nummer 8. Dan even kijken, want we proberen de Janine's Mindful Art spulletjes bij elkaar te houden. En hier zitten 3 dingen in. Ik hou het nog even spannend. Maar daar ben ik ook super benieuwd naar. Daar heb ik heel erg veel zin in om die te gaan uitproberen. Namelijk lightmarkers. Ik heb gewoon 3 sets met heel veel verschillende kleuren lightmarkers gekregen. En nou ja, die had ik natuurlijk al wel eens voorbij zien komen. Die zijn er al vaker geweest. Ik weet ook niet of dit dan weer dubbele kleuren zijn of niet. Maar ik verwacht eigenlijk dat het nieuwe kleuren zijn. En er zitten dan, even kijken. Ik denk 12, als ik het zo snel zie. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, 12 lightmarkers in verschillende kleuren. Deze wordt florals genoemd. Die heeft allemaal mooie roze en rood en paars tinten.
ook wat blauwig en dan mooi groen voor het bladeren. Dus je kan hier natuurlijk prachtige bloemen mee kleuren. Dan heb ik een Vintage Muted gekregen. Die heeft ook een beetje diezelfde soort tinten, alleen dan ja, gemute. Dat betekent dat ze wat vergrijsd zijn waarschijnlijk. Maar dat ga ik allemaal uittesten. Waardoor ze dus een beetje een wat oudere look. Dit is wat helderder waarschijnlijk dan deze. En er is een Nature. Meer de bruin, de oranje en de geel tinten. En ook weer wat andere groen tinten. Nou, hoe gaaf is dat? En ik heb al gisteravond, want gisteren heb ik het pakket binnengekregen. Toen was het al donker. Maar toen kon ik natuurlijk niet meer filmen. Maar daar heb ik wel al een beetje filmpjes zitten kijken van hoe moet je daar nou mee omgaan. En ja, ik kan niet wachten om ze te gaan uitproberen. Wellicht dat ik misschien... Zouden jullie dat leuk vinden als ik een, hoe noem je dat? Van die testjes maak om de kleuren te bekijken op het papier. En dat dan samen met jullie te doen. Ik zal trouwens nog even de codes aan jullie doorgeven. Dat vergeet ik alweer bijna. De Florals heeft de code JMAESMARK06. De Nature heeft de code JMAESMARK05. En de Vintage Muted heeft de code JMAESMARK04. Nou, je kan je voorstellen dat ik al met dit alleen mega blij ben. Dat zijn super mooie spullen en daar ga ik heel veel plezier mee hebben. Maar dan was Studio Light nog niet klaar met inpakken. En wat ze... Oh, ik vergeet nog één. Janine's Mindful Art artikel. Dat is ook een hele mooie. Dat ik dat vergeet, dat kan bijna niet eigenlijk. Maar dat is een paperpad met heel veel verschillende papier in één kleur. Dus de uniekleur. En dat zijn allemaal prachtige kleuren die natuurlijk perfect matchen bij de collectie van Inner Peace. Maar waarschijnlijk ook wel bij de wat oudere lijnen die ik nog niet zo heel veel heb. Maar bijvoorbeeld deze zouden ook heel goed bij Warm & Cozy die ik wel heb toevallig passen. En ik zag net ook wel deze kleur bijvoorbeeld bij de Write Your Story. Het is moeilijk te zien met dit licht. Maar het zijn echt hele mooie kleuren. En als ik het goed heb, zit er van ieder 2 velletjes in. Ja, 2 velletjes. En dan is daar de code van JMAESPP van Paperpad en dan 79. Oké. Nou heb ik echt alle Janine Mindful Art spullen gehad. En dan ga ik even mijn doos leegmaken. Om aan jullie te laten zien hoe erg ik ben verwend. Met nog veel meer extra's. Even kijken. Even mijn doosje aan de kant. Moet je zien wat een berg. Dat is toch te gek. Kijk. Wat ik dus heb gekregen zijn super schattige kleine inktblending tools. En ik denk dat dat heel fijn is als je wat kleinere dingetjes wil blenden door stencils, kleinere gaatjes. En dan heb ik meteen ook een refill erbij gekregen. Dus ik kan hier lekker mee los. Met allerlei kleuren inkt. De codes zijn van de blending tools SL. Nee, dat is niet JMA. Dat zit nou voor een mond. SLES Ink App. Van inkapplicator, denk ik. 03. En de navul, dus de losse inktpetjes. Of noem je dat? De foam. Hoe noem je die dingen eigenlijk? Foamapplicators. Die heet SLES Inkap 04. Dan heb ik ook nog 2 inktbrushes. Blending brushes gekregen. En heel grappig. Die ken ik wel van ietsjes groter. Maar deze zijn dus een stuk kleiner. Deze zijn maar 2 centimeter. Dus dat is ook ideaal voor weer wat kleinere dingetjes te blenden. En er zijn zelfs nog kleinere van 1 centimeter. Dus ik ben super benieuwd ook om hiermee te gaan blenden. En ja, te ervaren hoe dat werkt. Het is, er wordt een 1 grote testfestijn wordt dit. Helemaal leuk. En dan ga ik jullie even de codes van laten zien. Die hele kleintjes
van 1 centimeter hebben deze code, SLESBBRU03. En die van 2 centimeter hebben de code SLESBBRU04. Dan heb ik, om die mooie spullen allemaal in te steken, ook deze tool tray gekregen. Ik had al gedacht van die ga ik om. Die stond eigenlijk op mijn lijstje. Dus dat is echt super toevallig. En ja, heel gaaf natuurlijk dat ik die nu heb gekregen. Daar kan je dus in al die gaatjes je kwasten en je blending tools. Alles kan je hier tussen steken. Dit is van dat rubber. En dan, ja, dan wijkt het en dan klemt het er mooi in. En dan kan je dan zo mooi op je bureau zetten. En heb je super mooi overzicht van al je blending brushes en kwasten. Helemaal te gek. Dus die heb ik ook gekregen. En daarvan is de code, beetje klein, maar jullie kunnen het vast zien, SLESTTRA01. Super tof. Dan heb ik ook nog waterbrushjes gekregen. Daar zitten er 3 in verschillende maten. S, M en L. Ja, super fijn, want daar kan je natuurlijk heel goed met die lightmarkers mee werken. Je kunt ze vullen met water, maar je kan dus ook water op je in een bakje erbij en dippen. En nou ja, er staat op dat je kan pushen. Dus dat ga ik ook even uittesten, want dat is ook nieuw voor mij. Ja, volgens mij kun je op hier staat ook push op, dat zwarte gedeelte. En volgens mij kan je dan inderdaad erop drukken om water door te laten. En kan je dus misschien ook wel dus daar niet op drukken en het als droogkwast gebruiken. Maar ja, dat is dus ook weer voor mij nieuw en ga ik uitproberen. Daarvan is de code SLESWBRU01. En dan heb ik hier ook nog, die heb ik ook al voorbij zien komen en ben ik ook stiknieuwsgierig naar. De waxpen met daarbij refills. En dat is een pen wat ik zover heb al gezien in lives van Janine, geloof ik. Daar kan je dus met dit, dat is een beetje kleverig, kan je dus hele kleine stukjes of van bijvoorbeeld een die cut oppakken en mooi plaatsen op je kaart of je projectje. Je kan er steentjes, als je bijvoorbeeld pailletjes of andere kleine steentjes die je bijna niet vast kunt pakken. Misschien eerder met een pincet of zo dat zou gaan proberen. Kan je dus hiermee oppakken. Het deed me een beetje denken aan van die diamond paint dingen. Alleen, ja, dit ziet er natuurlijk anders uit. En hoef je niet steeds in zo'n waxje te laden. En aan de andere kant zit een prikker. En dat vind ik ook super fijn. Want ik zit altijd met een gewone naald. Bijvoorbeeld de achterkantjes van tape op te pakken. Maar daar is dit natuurlijk ideaal voor. Of ergens een gaatje in te prikken. Super fijn. En daar zitten dus, want dit kan er blijkbaar op. Dat denk ik dan. Zit er dus een refill setje bij. Dus met 1, 2, 3, 4 pennetjes. En ik zie dat er een schroefdraadje aan de achterkant. Kunnen jullie dat zien? Dan kan je dat blijkbaar eraf draaien. En dan kan je dat wisselen als dit niet meer zo goed kleeft, denk ik. Of misschien verdwijnt het wel. Ik weet het niet. Dat gaan we allemaal ervaren. Leuk is dat, hè? Ik mag allemaal nieuwe dingen uitproberen. Het is echt fantastisch. Even kijken. Ik moet jullie nog even de code laten zien. Die staat hier. Dit is de code van de pen zelf. SLESWPPT01. En de refills hebben de code SLESWPPT02. En dan heb ik hier nog iets gaafs gekregen. Ik kende wel foam tape, maar dat had allemaal dezelfde dikte en dezelfde breedte. En nu is er dus foam tape. De breedte is allemaal 6 mm, dus is een, iets meer dan een halve millimeter breed. Maar het verschil is de dikte van de foam. Ze hebben er hier een, die is maar een halve millimeter dik. Dus die geeft maar een heel klein beetje volume, zeg maar, als je dat ergens onder gebruikt. Dan hebben ze er een van 1 mm, dus dat is dubbel zo dik. Maar dat is nog steeds, ja, maar minimaal. Dan komt de volgende, is 1,5 mm. Dan begint het al wat
meer volume te geven. Zo kan je dus heel gaaf met deze verschillende tapes verschillende lagen maken. Verschillende hoogtes, waardoor je kaart dus echt nog meer diepte krijgt. Deze is 3 mm, dat is al best wel een aardige dikke, zie je dat? En hier is er een die is 6 mm. Kijk, en ik ben zo benieuwd hoe dat dan eruit gaat zien. Als je dus met misschien verschillende plaatjes die je hebt uitgeknipt. En dan deze afwisselt welk foamtape je eronder doet. Volgens mij wordt dat heel erg gaaf. Dus dat heb ik dus ook. Je hebt er 1, 2, 3, 4, 5 varianten van. Ik ga jullie nog even de codes doorgeven. Van klein naar groot zal ik doen. Van dun naar dik. Dit was die van 0,5 mm. Daarvan is de code SLES Foam T01. Dan die van 1 mm dik heeft de code SLES Foam T02. Nou, ik denk dat jullie wel kunnen raden. Dan wordt die van 1,5 mm. Die wordt de code 03. Ja. Goed gegokt. SLES Foam T03. Dan hebben we die van 3 mm. Daarvan is de code SLES Foam T04. En dan is de 6 mm. Hoe kan het ook anders? SLES Foam T05. Nou, wat vinden jullie ervan? Dit is toch mega en te gek. Ik ben er echt zo blij mee. Ik heb ook meteen een berichtje gestuurd naar het contactpersoon van Studio Light. Want ik vind het echt helemaal te gek. En ik ga hier zoveel plezier mee beleven. Als jullie het leuk vinden dat ik een bepaald product wat uitlicht of samen met jullie ga uitproberen. Want ja, het wordt wel echt uitproberen. Heel veel dingen zijn super nieuw voor mij. Laat het me dan weten in de reacties. Dan ga ik een filmpje van maken. En dan kunnen we samen kijken hoe het werkt. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Doei doei!